Ongevaccineerden hebben regelmatig het gevoel dat ze worden gediscrimineerd. Zo blijkt uit onderzoek. Vooral op de werkvloer wordt erover geklaagd. Ouderen in Beekbergen verblijven noodgedwongen op een bungalowpark omdat hun verpleeghuis wordt gerenoveerd. En dat is wel even wennen. Ja, ik ben nooit op vakantie geweest, dus ik weet niet wat het is. Een volledig groen en slim sanitair gebouw. Ook campings zijn druk met de energietransitie. Door middel van de schuifdeuren blijft de warmte in dit gebouw. Goedenavond. Bijna 1 op de 10 Gelderlanders voelt zich wel eens gediscrimineerd vanwege corona. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie naar de tevredenheid van de Gelderlander op onder meer de werkvloer. Ik kan eventjes de haven van Antwerpen laten zien. Dat je kunt zien dat ik op een schip zit. Ramon Berends uit Wamel is binnenvaartschipper en werkt als ZZP'er parttime in de ouderenzorg. Als niet-gevaccineerde liep hij tegen problemen aan. Zo mocht hij geen koffie drinken in het bijzijn van cliënten. En dan mochten de mensen die gevaccineerd waren wel. Ik moest dan eigenlijk, de regel was dan eigenlijk dat ik met een mondkap erbij moest blijven zitten. Of in een aparte ruimte. Het doet wel iets met mijn persoonlijke gevoel. En dan voel ik me toch wel ongemakkelijk en anders in één keer. Ramon is niet de enige. Dat weten ze bij Vizier Oost, waar mensen die zich gediscrimineerd voelen terecht kunnen. Dit jaar kwamen daar tot nu toe 155 corona-gerelateerde klachten binnen. Dat is 27% van het totale aantal. In het begin van de coronaperiode kregen we met name klachten van mensen van Chinese, Aziatische afkomst die op straat onheus worden bejegend. Daarna kregen we veel klachten van mensen die geweigerd worden omdat ze geen mondkapje konden of wilden dragen. En nu zijn het vooral mensen die niet de corona-app willen gebruiken en daardoor geweigerd worden. Ramon is nog altijd welkom op de werkvloer. Het scheelt dat inmiddels iedereen weer een mondkap moet dragen. Al blijft het voor hem als ongevaccineerde lastig. Ik voel nu wel meer druk. Ik voel meer stress. Ik voel me vaker ongemakkelijk ook, omdat ik dan niet gevaccineerd ben. Omdat er toch ook familieleden zijn die dan vinden dat je dan eigenlijk hun vader of moeder niet meer zou mogen verzorgen. En dat moet ik zeggen, dat raakt mij wel heel erg, hoor. We begrijpen heel goed dat mensen zich gediscrimineerd voelen, want ze worden inderdaad daadwerkelijk uitgesloten. Maar dat wil nog niet zeggen dat er ook sprake is van discriminatie in de juridische betekenis van het woord. Onderscheid maken tussen mensen die gevaccineerd zijn en die dat niet zijn, dat is geen wettelijke discriminatiegrond. Nieuwe keukens, grotere kamers en een ruim balkon. Een goed vooruitzicht voor de hoogbejaarde bewoners van verpleeghuis De Vier Dorpen in Beekbergen. Maar voor het zover is, moet er eerst 10 maanden gerenoveerd worden. En tot die tijd moeten de bewoners op een vakantiepark wonen. De verhuisdozen worden ingeladen, want vandaag staat de verhuizing naar het bungalowpark gepland. Ja. Ik ben nooit op vakantie geweest, dus ik weet niet wat het is. En nu gaat u voor 10 maanden naar een vakantiepark. Heeft u dan een idee hoe dat zal zijn? Nee, dat kan ik me nog niet voorstellen. Maar ik hoop dat het goed gaat. Ik ben er niet zo blij mee. Maar ja, het moet. Dat kan niet anders. Nou, de mensen hebben nu 1 slaapkamer, of tenminste een zitslaapkamer. Dus het bed staat in de kamer waar ze ook zitten. En zometeen krijgen ze een aparte slaapkamer en een aparte kamer om te zitten met een keuken. Alleen hoeven de bewoners zich niet te voelen in het bungalowpark. Want een aantal gaat zelfs samen wonen. Ik ga samen met Dini gaan we wonen. En kijkt u er naar uit? Ja, enigszins wel. Ja, het is dus weer wat anders. Nou, ik kijk uit naar het eind. Dat we weer hier naartoe komen. En dat lijkt me een heel feest. Het komt goed. Oh, we hebben allebei nog een makkelijk karakter, dat scheelt. Komt goed hoor. Ik ben wel eens een dag of zo weg geweest, maar niet zo lang. Ja, de energietransitie dan. Het is een van de grootste uitdagingen waar burgers en bedrijven mee te maken krijgen. Om ervoor te zorgen dat er ook op campings milieuvriendelijk groene energie kan worden gebruikt, is in de gemeente Epe een groot pilotproject van start gegaan. Dit is een fantastisch mooie omgeving, de Veluwe. Afgelopen jaar coronatijd hebben we gezien dat heel veel mensen de natuur waarderen.
En ja, als je dan thuis inderdaad met duurzaamheid omgaat, waarom doe je dat niet op een camping? Problemen zijn er vandaag nog niet, want we hebben gelukkig nog gas. Maar wat zijn eigenlijk de uitdagingen voor de komende jaren? Die zijn er heel veel. En daarom slaan de gemeente Epe, de Saxion Hogeschool en de Epese vakantieparken de handen ineen om te kijken hoe camping of vakantiepark er in de toekomst uit moeten zien. Door middel van de schuifdeuren blijft de warmte in dit gebouw. De Jagerstee heeft misschien wel het sanitair gebouw van de toekomst, want het is volledig van het gas af. Met allerhand slimmigheidjes is er toch voldoende warm water voor alle campinggasten. De technische snufjes wat we hier hebben is dat, dat we hele slimme douchesysteempjes hebben. Dat zijn de douchesystemen met een kleur. Dit zijn de slimme douchesystemen. Als je langer doucht, dan wordt de kleur van groen wordt die paars en later rood. Onbewust ga je toch wel stoppen met douchen, waardoor je minder water gebruikt. Het mooie is dat je met zo'n project heel veel kennis opdoet en dat ook weer kan delen met allerlei andere bedrijven. Sensorkranen. Ben je klaar, dan stopt je automatisch. Zo gebruik je zo weinig mogelijk water en besparen wij natuurlijk weer op elektriciteit. Aan de andere kant zie je ook weer dat mensen weer teruggaan naar de natuur. Ik was afgelopen weken bij Recreatiepark De Toekomst in Emst. En daar is het echt heel basic. Daar zit je met je tentje met alleen maar water en een toiletvoorziening en dat is het. En dat is ook mooi. Basic of high-tech of een combinatie, hoe de camping van de toekomst er ook uit komt te zien, in Epe wordt het komende jaar onderzocht. Straks, je kunt je huisdier op Dierendag natuurlijk verwennen met lekkers, maar je kunt je dier ook zegenen. Door de Franciscanen met heilig water. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In een woonwijk in Uggelen is een veegwagen al rijdend in de brand gevlogen. De rookwolken waren in de weide omtrek te zien. Het vuur was moeilijk te blussen. Ook omdat de brandweer later ter plaatse kwam door pech onderweg. De bestuurder van de veegwagen die kon op tijd wegkomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie heeft 4 nieuwe verdachten aangehouden in een witwasonderzoek naar bedrijven uit de regio Maasdriel. Vrijdag werden er verschillende invallen in woningen en bedrijfspanden gedaan en daar werden onder meer vuurwapens aangetroffen. Onder de grond van een tuin heeft de politie een opvallende vondst gedaan, namelijk honderden kilo's aan zilveren staven. In totaal heeft de politie nu 7 verdachten opgepakt. De ME heeft gisteravond charges uitgevoerd in Arnhem na de voetbalwedstrijd Vitesse-Feyenoord. Supporters verzamelden zich op de wegen rond het Gelredoom, waardoor het verkeer er niet meer kon rijden. De ME moest ingrijpen en heeft daarbij 1 aanhouding verricht, omdat een 20-jarige man met stenen naar de politie gooide. Vandaag begint de week van de toegankelijkheid. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel die niet zomaar een winkel of kantoor in kunnen. Patricia Oostendorp uit Neede die zit in een rolstoel en kent de problemen. Maar zij wil graag actief en creatief meedenken aan oplossingen. En die heeft ze. Door een slecht herstelde enkelblessure is Patricia Oostendorp afhankelijk van een rolstoel. Ze merkt dus dat ergens naar binnen gaan een uitdaging kan zijn. Maar ze heeft een oplossing. Dit is een oprijplaats gemaakt van Lego blokjes. Heb ik gemaakt om dit naar Nederland te halen. Het is een Duits project. Daar kun je voor je drempel neerleggen en dan kunnen rolstoelers, buggies en dat soort dingen kunnen naar binnen. Patricia wil dus graag meedenken aan oplossingen. Ze wil ergernissen het liefste voor zijn. Als je heel negatief gaat denken en je gaat de media opzoeken en zeggen van ja, ik kan er niet in. En ja, dan krijg je een heel negatief beeld over mensen met een beperking. En ik wil juist dat omdraaien. Van, we kunnen ook gewoon meedenken en het samen oplossen. Bovendien weten mensen vaak niet hoe iets vanzelfsprekends toch een hindernis kan zijn. Heel veel toiletten, invalide toiletten, zijn voorzien van zo'n pedaalemmer. Maar als je een dwarslesie hebt, krijg je hem niet open. En ik denk, als je dan gewoon een emmer neerzet met een sensor, die dus met een sensor open gaat, ja, dan heb je al een veel makkelijkere situatie. Een oplossing hoeft dus niet duur te zijn. Patricia hoopt dat haar oprijplaat van speelgoedbouwstenen snel in het hele land opgepikt zal worden. Het is vandaag Dierendag. Een topdag dus voor huisdieren die extra worden verwend. In Nijmegen hadden sommige dieren wel heel veel geluk. Zij waren namelijk welkom in het klooster van de Franciscanen om door een broeder te worden gezegend. En dat is een kans die de baasjes met beide handen aangrepen. Roef, ik zegen jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat zegen houdt in
dat we het dier het beste wensen. Het woord zegen betekent het goede wensen. Ik vind het belangrijk om te doen, omdat ik vind dat wij goed voor dieren moeten zijn. En dat vinden de baasjes die vandaag naar het klooster zijn gekomen ook. Dat ze hun geliefde huisdier kunnen laten zegenen, betekent dan ook veel voor hen. Het moment dat mijn hond gezegend werd, daar heb ik bijna tranen in mijn ogen. Ik vind het zo ontroerend en mooi dat dat nog bestaat, dat daar tijd voor gemaakt wordt. En dat er zoveel respect is voor een dier ook en voor de liefde tussen mens en dier. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Proficiat. Hij is gewoon een gezinslid van ons. Het is alsof je een kind hebt. Het is ook een kind van ons. En ja, onze kinderen hebben ook laten dopen en laten zegenen, omdat we Rooms-Katholiek zijn van geloof. Dus vandaar willen we dat voor hem ook. Mensen reageren heel positief en heel warm. Want mensen die lezen elke dag op radio, televisie, de kranten slecht nieuws. En dit is gewoon goed nieuws. En nadat alle aanwezige huisdieren zijn gezegend, zijn tenslotte de 20.000 bijen die in de kloostertuin verblijven ook aan de beurt. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en heb jij nou ook jouw huisdier in de watten gelegd, zoals deze Woezel en Mazzel met een lange wandeling? Of zoals deze geluksvogel die overladen werd met zijn lievelingsballen? Doe dan mee met onze winactie. Ga naar onze Facebookpagina, plaats daar een leuke foto van je dier met verrassing. En wie weet win jij dan wel een leuk actiepakket. En dan krijgt u nog het weer. Wie naar de lucht keek vanmorgen, die is het misschien ook wel opgevallen. De duidelijke grens tussen bewolking en opklaringen. Vannacht klaart het op, de wind neemt af en het kwik daalt naar 8 tot 10 graden. En morgen schijnt eerst de zon, later neemt de bewolking toe en vooral 's middags en in de avond valt op veel plaatsen enige tijd regen. Het waait soms stevig en het wordt hooguit 16 of 17 graden. De komende dagen is het wisselvallig met veel bewolking. Ook woensdag is het nog wisselvallig met veel bewolking en enige tijd regen. En in de dagen daarna is het nagenoeg droog met meer zon en vooral overdag hogere temperaturen. Dit was het voor nu. Op app en web lees je meer over het Almende College in Zielvolde. Dat stilstaat bij het overlijden van de 14-jarige HAVO 3-scholier. De jongen kwam afgelopen vrijdag om het leven bij een dodelijk verkeersongeluk. Een mooie avond verder.